Afgelopen weekend had ik eigenlijk een van de meest coole ervaringen ooit. Ik stond oog in oog met Darth Vader. Ja, hij was net zo groot als ik. En hoe kwam dat? Nou, door deze jongen. Bam, bam, bam. Wat is er nou precies? Ja, het is de Oculus Quest 2. Ik heb hem even in dit koffertje zitten. Het is eigenlijk een VR-manier, dus virtual reality. En ik heb wat verschillende VR-brillen gehad. Maar deze is, ja, dit is zoals het hoort. Ik zal je ook precies vertellen waarom. Dit is trouwens de bril. Je kan hem, ik heb gewoon, zoals je ziet, een bril. En ik kan deze, ja, gewoon ophouden terwijl ik dit speel. Dat vind ik eigenlijk wel heel fijn. En dit zijn dan de twee draadloze controllers. Ja, en dat zal ik je ook even laten zien als ik eenmaal bezig ben. Maar wat maakt deze VR-bril nou zo geweldig? Nou, ik heb ook de Sony, PlayStation Sony VR-bril. Die had altijd de beste gamebeleving voor mij. Het enige nadeel is, er zitten allerlei kabels aan. Dus die kabels zitten aan je PlayStation. Dat is één. Dus je moet eigenlijk altijd gesitueerd rond je PlayStation moet je spelen. Wat ik eigenlijk wel heel lastig vind. Wat ik ook een beetje lastig vind is dat heel veel games vragen gewoon om meer ruimte. Hè? Virtual reality games. Zodat je helemaal rond kan kijken. En ik woon nu... ik heb geen hele grote ruimtes die leeg zijn. Mike en ik zijn echt verzamelaars, dus we hebben overal wel wat staan. Dus het is echt niet tof als je dan VR gamet. En je maakt ook gebruik van een soort cameraatje. En dan moet het licht niet te fel zijn en niet te donker, want anders heb je daar ook weer problemen mee. Dus allemaal technische dingetjes waardoor het wel of niet werkt. Als het werkt, werkt het ook super goed van Sony, maar ja, deze heeft toch wel mijn voorkeur. De reden is dat hier zit al de computer in. Dus hier zit geen mobiel in of iets dergelijks. Nee, hier zit gewoon alle hardware in. Alles wat je nodig hebt om VR te kunnen kijken zit al in deze bril. Er zit een ingebouwde geheugen van 256 gigabyte. Dus je kan er heel wat spelletjes op kwijt. En je kan eigenlijk overal waar je bent kun je hiermee spelen. Ik laat je nu zien hoe ik dat doe. De ervaring is heel moeilijk over te brengen, maar je moet me gewoon geloven dat het echt mind-blowing is. Nou, dit is eigenlijk mijn dashboard en je kan het gewoon bedienen met mijn controllers. En kijk even hierop wat voor games ze eigenlijk allemaal hebben. Nou, ik had het natuurlijk over Vader Immortal, dus die gaan we zo even spelen. Maar ja, er zijn meer leuke games die je hierop kan spelen. Ik kom in een andere babbende band nog wel een keer op terug. En wat heel vet is, big screen, dat ik daar ook 3D-films mee kan bekijken als ik in de bioscoop zit. Op deze manier kan ik ook heerlijk, en dat werkt ook zo goed, op deze manier kan ik ook heerlijk kijken naar bijvoorbeeld Netflix of Prime Video's. Dus zit je in een virtuele bioscoop en dan kun je gewoon daarnaar kijken. Maar we gaan eens even naar Darth Immortal, heette die volgens mij, of Vader Immortal. Oh, kijk. Ja, dit komt echt op je af. Het is natuurlijk allemaal 3D wat je ziet. Dus dat maakt het ook wel heel erg super. Nou heb ik meteen een iets voor mij. En je ziet dat mijn controllers zijn nu handig geworden. En ik wil graag starten met de experience. Dus ik klik even hierop. En als ik hierop klik, dan voel ik dit ook trillen. En dat is ook zo'n maffe gewaarwording dat je weet van, er trilt gewoon iets. Nou, dit hoort natuurlijk bij Star Wars, a long time ago, in een galaxy far, far away. Nou, en nu ben ik gewoon in een ruimteschip. Nou, nu moet ik iets gaan doen. En zegt ze, ik moet iets doen voor de hyperdrive. Dus, ik denk dat het deze zijn. Oké, ik denk dat ik deze moet grappen en naar voren. Oh. Ja, daar gaan we. Nou, dit.
Dit is toch fantastisch, alsof je in een echte ruimteschip zit. En het beeld is gewoon zo scherp. Oh, en nu zie ik dat, ik heb hier nu een move, staat hier. Kijk, en nu zie je dat ik hier overal mee kan voorbewegen. Even kijken, zie ik deze staan. Dan zie ik, oh. Het geeft aan dat ik dat eigenlijk niet mag pakken. En nu heb ik een helm. En die kan ik op mijn kop doen. Kijk, nu heb ik een hele gave helm. Nou, ik hoef geen helm, maar die kan gewoon weggooien. Wat ik ook kan is dit bekijken. Kijken of ik deze kan vasthouden. Ja, die kan ik vasthouden. En dan heb ik een... ook gaaf... Maar het is net alsof je er echt voor staat. En dat maakt het ook wel geweldig. Het zijn allemaal van deze trofies dat je kan bekijken. En dat is natuurlijk wel fantastisch. Maar daar gaat de game niet om. Maar dit is ook iets. Ik ben benieuwd wat dat eigenlijk allemaal is. Maar... Nee. Oh, zij geeft al antwoord. Dan gaan we nu skip channen. Scannen bedoel. Ah, kijk. En het is net alsof je in deze spaceship echt zelf staat. Oh, wat gebeurt er? Wauw, dit is zo immens, hè? Je kan niet voorstellen. Het is heel cool. Okay. Oh, het is net alsof je echt wordt aangevallen, joh. Wauw. Dit is zo vet, hè, dit. Nou voel je dit ook echt trillen. Je handen trillen gewoon helemaal, omdat je door die een soort ozonlaag gaat. Dit is heel vet. Als je bent in Disney World of... Wauw. En alles is gewoon levensgroot, hè? En het geluid trouwens zit in de helm of in de bril zelf. Dus ik hoef geen oortjes om te doen. Hebben ze ook zo goed gedaan dit. Good line. Heel erg vet dit. Oké, ik moet wat de notebook, moet ik de logboek moet ik verwijderen of zoiets. Oh. Nu wordt alles gewist. Kijken of we op tijd zijn. Zo. Hi. Oh shit. Don't move, scum. Okay. You've caused us considerable inconvenience. Kan ik hem aanraken? Oh nee. Deze bol is net alsof hij zo groot is. Het is echt zo bij zo. Niet normaal. Ah. Oh, die komt ook wel bekend voor.
Oh my god. Oh my god. En nu sta je gewoon oog in oog met Darth Vader. Ik bedoel, letterlijk, hè? Tenminste, bril tegen bril misschien, maar... Hij is ook echt groter dan ik. Hij is ongeveer zo. You are required to perform one simple task. Open this configuration and I will spare your life. Een knopje ingedrukt. Oké. Nou, moet je voorstellen, het is echt zo, ja, hij is iets groter dan ik. Maar ja, hij draagt ook hakken, denk ik. Oh. En nu zit ik in een lift. Ben ik ook benieuwd hoe dit allemaal... ik heb het al een keer gespeeld natuurlijk, maar... Ik was zo overdonderd door eigenlijk alles wat ik zag, dat ik helemaal ben vergeten hoe die sequence ging. Oh kijk, nou staan we bij onze ship. Oh, ik heb hem. En hij trilt nu ook een beetje. Het is echt geweldig. Ik moest hier even uit uit deze virtuele wereld, want het is ook vrij heftig. Het is net alsof het allemaal nou ja, echt is levensgroot. Echt super. Nou, ben jij een Star Wars fan, dan is, zou ik zeggen, schaf zo'n Oculus 2 aan. En dompel jezelf helemaal in deze wereld. Want er is niets, ik heb heel veel game ervaring meegemaakt, niets wat hierop lijkt. Vind je dit een leuke video? Like en subscribe natuurlijk. Hè, abonneer je op dit kanaal. Geef even een duimpje. En als je nog meer wil zien over VR, dat je zegt, Jacques, kun je dat eens laten zien? Laat het ook even weten in de reacties. En heb jij een VR-set? Ben ik ook heel benieuwd. Welke VR-set heb je en speel je er nog vaak mee? Waarom wel, waarom niet? Ik ben er heel erg benieuwd naar. Tot de volgende. Bam de bam.